De groei van je kind. Baby's maken in het eerste jaar de grootste groeispurt van hun leven. Een jaar na de geboorte zijn ze wel 3 keer zo zwaar en 25 centimeter langer. Na het eerste jaar groeit je kind met 8 centimeter per jaar wat minder rap. In de puberteit gaat het weer wat sneller. Dan komt er elk jaar zo'n 12 centimeter bij. De groei van je kind wordt nauwkeurig bijgehouden. Tot 4 jaar meet de medewerker van het consultatiebureau bij elk bezoek de lengte en het gewicht van je kind. Ook op de basisschool houdt de jeugdgezondheidszorg bij hoe je kind groeit. Zelf kun je dit doen door de groeicurve in te vullen in de groeigids die je van de jeugdgezondheidszorg hebt gekregen. Ook kan dit digitaal, bijvoorbeeld met de gratis groei-app of iGrow-app. Kinderen worden meestal langer dan hun ouders. Ben je benieuwd hoe lang jullie kind waarschijnlijk wordt? Met een groei-app kun je op basis van jullie lengtes de uiteindelijke lengte van jouw baby berekenen. Helemaal waterdicht is deze voorspelling niet, want groeien wordt door meer factoren beïnvloed. Voeding, verzorging, genoeg rust en een goede gezondheid spelen ook een grote rol. Ook kun je het gewicht van je kind in de gaten houden. Is je kind ouder dan 2? Dan bereken je met de app de Body Mass Index, oftewel de BMI. De BMI geeft aan of het gewicht van je kind bij de lengte past. Appel! Je zult zien dat groeien razendsnel gaat. Voor je het weet, kan je kind bij de deurkruk.